Dit is nu een half jaar geleden. Duizenden Afghanen die probeerden weg te komen van het vliegveld in Kabul. Velen slaagden niet, ook Afghanen die in het verleden voor Nederland werkten. Een van hen is Wali. Hij is de enige zelfs die in de Kamerdebatten werd genoemd. Wali. Hij stond op de lijst, maar werd twee keer teruggestuurd bij de poort en de derde keer kon hij niet meer. Via officiële kanalen lukte het dus niet om te vluchten, maar een Nederlandse veteraan, een Limburgs oud-Kamerlid en een Amerikaanse senator vonden informele wegen. Wegen door de Afghaanse en Pakistanse bergen, waardoor Wali en zijn familie nu alsnog in Nederland zijn. In deze video zijn verhaal. Dit verhaal begint in Dharavut, waar de Afghaan Abdul Wali werkt voor allerlei Nederlandse organisaties. I was working for many international organizations such as Save the Children, Quarded and many other co-finance projects NGO's of Netherlands. En eigenlijk ook in Tarinkout, niet veel verderop, waar de Nederlandse militair Roy Grimwis jaren geleden al in Kamp Holland werkte. Vorig jaar kreeg ik contact met een tolk waar ik mee gewerkt heb. En Wali was zijn beste vriend, is zijn beste vriend. Op een gegeven moment kreeg ik ook contact met hem. In the meantime, I got up a lot of threatening letters from Taliban. And also they called me and threatened me to surrender ourselves. And also I got message from them. And they directly threatened me many times that I worked with by there. So I start my travel to Kabul. Daar kwam Wali in de chaos terecht die we een half jaar geleden allemaal hebben gezien. And that time when I reached to Kabul, unfortunately Kabul was already falling. Kabul was falling because it happened very soon. We went to the airport. When I saw the situation, it was very chaos and very crowded. And I saw the Taliban were firing at people and hitting people by sticks and doesn't allow them to go to the site of the airport. It was very hard for me because I was with three children, small children, and also my wife to take them in this crowded and horrible situation to that place. Maar juist als Wali en zijn familie denken dat ze in veiligheid zijn, als ze de Nederlandse militairen al zien, gaat het helemaal verkeerd. Dus toen hij bij de militairen, Nederlandse militairen kwam, werd hij weggestuurd. Omdat de militairen hem niet konden vinden op de lijst. I showed the list and also email to them, a printed email to them, and also I showed picture of Roy that I'm his friend, that I'm in the passenger list. But they threw me away from that place and they told me to go back, don't come. Only those people come here that who has valid travel documents. Ja, ik was ook echt heel boos. Van hoe kan dat nou dat hij niet op de lijst staat? Hij heeft een paar keer in de Kamer genoemd. De minister heeft zelf gezegd van hij mag komen. En dan staat hij daar en hij staat niet op de lijst. Ja. Hier verplaatst het verhaal van Kabul naar Den Haag. Ik wil hem hier vandaag ook genoemd hebben. Wali. Hij stond op de lijst, maar werd twee keer teruggestuurd bij de poort. En de derde keer kon hij niet meer. Hij is op de lijst gekomen. Helaas is het niet gelukt om hier naartoe te komen. En opmerkelijk genoeg van Den Haag naar Rome. Naar oud-CDA-Kamerlid, tegenwoordig wethouder Martijn van Helvert. In Rome, daar hadden we contact met mensen die in de staff of the White House hadden gewerkt onder Trump. En die konden ons weer doorverbinden met Fortenberry, senator Fortenberry. Die ook probeerde te helpen mensen op lijsten te krijgen. Als je maar op een lijst stond, nou, dan kwam je in een soort appgroep en dan werd je gebeld. Dan en dan komt iemand je ophalen van, met dat en dat kenteken en dan kon je mee. En zo komen we terug in Kabul. One day I was in at home at the evening. I got a call that the taxi is the car is waiting for you. Go and send me the directions. Amerikaanse veteranen waren wel ook actief die busjes organiseerden, beveiligde busjes van de plek waar hij zat. Die haalden mensen dan op als je op de juiste lijst immers stond om ze richting die grens te brengen. There was 60 people in one bus and on the way in checkpoints of Taliban. They took some people from our car and they checked their mobiles and took away some people from our cars. Dan ben je constant op je telefoon aan het kijken en aan het wachten tot hij weer een keer bereik heeft, wat laat horen. En een fotootje krijgt van hoe het gaat.
My small daughters, Asia and Isra, they didn't know the situation. They were crying in the morning. They were hungry in that time, and they were very tired up for a long trip. It was 3,000 kilometer away. Nou ja, hij stuurde mij een berichtje met een foto dat met heel zijn gezin, dat hij in Pakistan stond. En daarna nog een paar video's dat hij in een auto reed door Pakistan met de hard muziek aan en zo. Dus ja, dat was wel heel gaaf, ja. I couldn't think that this day will come. Yes, now you are here. Yeah, finally.